We kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten we weer op Call of Duty Black Ops 4. Hey jongens, vandaag zijn we weer op Call of Duty Black Ops 4. Vandaag gaan we een potje Domination spelen op de map Nuketown. Ja, het is weer Nuketown geworden, jongens. Nuketown is pas geleden uitgekomen op BO4. Dus waarom gaan we het niet spelen, weet je wel. Maandag hebben we ook al lekker geknald, maar dan hadden we Hardpoint gedaan. Nu gaan we lekker Domination doen en kijken of we er wat van kunnen maken natuurlijk. We pakken weer de, hoe heet dat nou? De mooie SG40, hoe heet dat? Nee, de, wat is die nou? De GKS, zoiets. Dus let's go, laten we daar eens even lekker mee gaan knallen, jongens. En als je deze video leuk vindt van Call of Duty Black Ops 4, laat het dan sowieso eventjes weten. Oh, we hebben hem nu al. Holy shit, gek. Dus laat het sowieso even weten in de reacties en like hem sowieso eventjes. Dat zou super sick zijn natuurlijk. En dan weet ik gewoon dat we weer vaker dit spel kunnen uploaden ofzo. Of ja, dan weten we gewoon dat we... Dan kan ik gewoon weer volgende week weer lekker twee video's van Call of Duty online gooien. Ja, jij zit daar te campen met je dikke slachtvis. Ja, dat is heel naar. Ja, ik ben hier toch eigenlijk niet zo blij mee. Ja, ik ben... Oké. We worden nu al gewoon Oh, dat wapen is ook weer meuk, zeg ik dat. Het loopt alweer niet lekker, dit. Ja, we lost C. Ja. Oh, shit, sorry. Ja, dit wordt weer wat, hoor. Dit gaat weer wat worden, dit. Dit is weer heel erg naar, dit. Oh ja, of course, ja, natuurlijk gooi jij weer dat karretje er maar in de tuurlijk gooi je dat karretje weer in de game, of course. Klote karretje altijd, echt vuile hondending. Heb ik mijn stormram even niet, gast? Nee. Mag ik die gozer nog killen, ouwe? Heb ik hem nou? Hou je. Ik ga hier gewoon zitten en wachten tot mijn radiation voorbij is. 3, 2, 1. Oké, hij is voorbij. Wat gaan we nou doen? Wat zijn we nou aan het doen, jongens? Ik weet nog niet wat we aan het doen zijn. Ik ben een beetje aan het concentreren, dus ik hou me een beetje op. Waar zit jij dan weer te campen? Of course zit jij daar te campen, gast. Ik ga ook gewoon even een spannen. Dat vind ik gewoon leuk. Als ik dit kom in ieder geval, dan ga ik even gelijk dat raampje daar binnen in. Gelijk even die kutcamper uitschakelen daar ook. Hi. Ja, laat maar toch. Gebeurt weer niet. Hè. Je wordt weer uit de lucht geknald, of course. Fuck. Come on, man. Jongen. Ik probeer nog een beetje... Let's go, jongens. Taking B. We hebben Bravo gewoon. Of B. Gewoon, ja. Bravo. Ja, B, ja. Hey, teammate. Enemy strike team. Of tuurlijk. Of dat nog ook. Het verbaast me wel dat hier gewoon geen camper in zit. Ja, of course. Eyes on. I'm lost. Oké, dit is heel kut. Ja, dit is heel nice, dit. Wauw. Wauw, wat kut campen weer in die rukwagen van hem. Ja, oké. Natuurlijk heeft hij hem natuurlijk weer. Maar dan ben ik een strike team. Ja, ik zit legit nooit. Alleen bij je vorige video bij maandag. Daar zat ik toen legit gewoon in een lekker, had ik gewoon tenminste een chill team. Echt, maar ik zit nou nooit gewoon in een team waar ik denk van, nou, hier kan ik eindelijk kills maken of hier gaan we nou een keer lekker of zo. Dat is echt, komt echt nooit voor gewoon. Dat vind ik echt zo jammer gewoon. Dat ik gewoon nooit in een team zit wat een beetje iets kan. Wacht. Ja, ik dacht ik wees gewoon noob, weet je wel. Ik heb ook nog legit zo... Ja, of course, word ik gesniped. You're sure by that? Ja, dus naar. Securing B. Hey, waar kom jij vandaan? Oh, chill. Ja, ik ga gewoon lekker op B. Zit daar best wel lekker hier, eigenlijk, weet je dat?
Ik vind het best wel knap dat ik nog leef. Jongens, het gaat op zich redelijk. Nou. Als we nou B houden, jongens, dan is er niks aan de hand. Dan is er even niks aan de hand. Laat me, jongens, ik ben ook even aan het concentreren als het. Hoehoe! Ik schoot dit natuurlijk weer tegen die rukpaal aan. Oh fucking course. Nee, waarom? Ah, ga dan nou eens weg. Oh, we hebben eventjes die B-vlag nodig, jongens. Oh, mijn batterij is laag van mijn controller. Ruk, sorry. Ja, of natuurlijk ook dat weer. Nee, hoe kan dat? Hij had een headshot. GG, lekker voor je gast. Lekker voor... nice headshot. Oké, let's go, gast. Hoe heb ik die? Kom op, jongens. Kom op. Nee, niet losen. Hier zit nog een enemy hier. Ja, lekker. Ah, te kak! Ik moest even deze... Nee! Oh! Oké, het is close, jongens. We hebben die B-vlag. We hadden die B-vlag, dus we moeten zo meteen echt snel keihard doorgaan voor die B-vlag. We gaan negatief in ieder geval. Deze gozer, kijk dan. 1, 2, 2, 3 hits of zo. Hij had hem dood. Echt, oh, dat was zo mooi OP. We kunnen dit nog winnen, jongens. We kunnen dit nog winnen. Dan moeten we echt heel snel naar die... Oké, ik blaas mezelf even hier keihard op. Oh my fucking. Ik ga nu gewoon op B. Jongens, teammate help. Teammates, I need your help right now. Dankjewel, teammates. En dan hebben we B, jongens. Daar hebben we B. Oké, let's go. En nu moeten we B ook houden. Wat is dit? Er zit een fishing pole of zo. Dat is hartstikke chill namelijk. Dan zie ik een beetje wat deze enemy gaat doen. En die loopt hier 1, 2, 3. Lekker teammate. GG. Lekker voor. Oké, span, niet spawn flip. Chill. Dat is fijn dat we dat nou even niet hebben. Hier ga ik dood. Hi. Doei. Ja, ik kreeg hem niet dood. Dus ik moest er eventjes... gewoon hem even pushen, weet je wel. Gewoon even dat hij dood ging. Oké, jongens. We komen redelijk terug, ouwe. Dat vind ik echt... Dit hadden ze niet verwacht, die enemies, dat we zo hard terugkwamen. En dat vind ik op zich best wel knap van ons, dat wij dit nog even gewoon terug hebben genomen hier. Gewoon onze puntjes terug hebben. Oké, okay, komt die aan, HC, let's go. Jongens, die GKS, jongen, het is een soort van, heerlijk. Ja, het is gewoon een chill wapentje, heerlijk. Ik kan op zich nou wel best wel fijn mee spelen, dus. Hey, en het is nou ook echt bijna een van de enigste wapens waar ik nou mee kan spelen, dus. Oké, daar staan twee mannen. Er stonden twee mannen in dat camperhutje. Dus ja, dat zijn echt de campspots van de eeuw gewoon. Kijk maar aan de... Die grappler in Newton. Hij heeft vrij weinig wat. Behalve als je er een camphut in wil komen. Wat ik nou echt ga doen. Ja, ik wou eigenlijk deze kerel even eerst killen. Maar toen, ja, ging niet lekker. Is niet erg. Mag gebeuren. Ik heb die mensen. Ik hoop dat die helikopter van ons is. Hoe dan? Oh, dat waren die pistols, jongens. Sommige pistols zijn zo OP als de neten, gast. Oh, jij weet wel een beetje hoe je moet spelen, maar je gaat alsnog daar dood. Dat komt omdat die ruk helikopter van ons. Nee, ik weet niet waardoor die dood gaat. Ho, 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 ho. Ho, ga eens dood! Nee! GG, jongen, die sniper was weggekomen. Hij heeft een sniper namelijk vast. En ja, hij heeft het prachtig ontweken. Eerlijk is eerlijk. En zoals je alweer kan zien, jongens, wij staan keihard weer voor. Dus wij hebben onze comeback echt keihard gemaakt, jongens. Dus ik dacht eerst dat het niet goed ging komen. Hier, lekker doodgaan voor je pik. Maar ik dacht eerst dat het niet goed ging komen. Maar omdat ik toen die ene B-vlag had gepakt en toen we die B-vlag gingen leven houden. Toen dacht ik zo van, oké, chill, 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 chill. We hebben toch nog wel iets goed kunnen doen. Oké, chill. We hebben onze stormram weer. 1, 2, 3. Hi.
Hoe zit hij in? Hij zat even sneeuw tappen, die gast, ouwe. Hij zat gewoon even lekker sneeuw tappen, die hozer. Maar wat een kerel, man. Teammate, we hebben B al, hè. Nee, ik weet niet of hij het wist, maar... Ik weet niet, voor het geval, als je het nog niet wist, we hebben B al. Let's go, man. Oh my. Ik had daar... Oh, ik had die dingen en mijn specialist moeten gebruiken. Als ik dit doe, dan probeer ik... Ja, dan wou ik mijn specialist doen. Ik weet niet waarom ik dat doe, maar... Ja. Wat gek. Ja, dan wordt het een beetje heet dan op mijn voetje, weet je wel. En dan weet je wel. En dan pompen wij toch gewoon even... Wat een... Oh my. Daar hebben we even triple kill gepakt, gast. Holy shit, wat lekker. Oké, Juvietje erin. Teammates, let's go, jongens. En dan zitten we bijna op de 200 punten alweer. Dan hebben we volgens mij gewonnen. En daar zit hij nog steeds te campen. In zijn favoriete plek, ja. Echt mensen en campen in Call of Duty, jongen. Dus echt mensen vinden het zo leuk, hè. Ik ga je ook keihard dood. Was wel te verwachten als ik dit ging doen. Gewoon... Jij hebt geluk, gast. In ieder geval, we hebben de Victory Royale gepakt, hier. We zijn keihard teruggekomen. We stonden eerst op zich team 10 punten achter, of wel meer. En we hebben gewoon die comeback gemaakt, jongens. Hoe ziek kan je het nog hebben? Dus dit was weer een heerlijk potje. We staan nu niet meer negatief. We staan 43 op 28. Holy shit, op zich wel weer een lekkere score. Dus jongens, ik hoop jullie hebben genoten van deze livestream, maar ook zeggen. Nee, video. Jongens, ik hoop jullie hebben genoten van deze video en van Nuketown, van dat hij weer net terug is. Dus jongens, ik hoop jullie weer genoten hebben. En tot de volgende keer. Bye bye, mensen. Oh. Later.